Dominique, welkom. Vertel eens, wie ben jij? Ik ben Dominique Goedvriend, ik ben 19 jaar. Ik woon in Zwijndrecht, in de provincie Antwerpen. Mijn hobby's zijn voortaan gewoon piano. Basispiano, hè. Ja. Niet echt. Ja. Dat ik ineens een heel concert ga beginnen geven, dat is niet. Maar dus dat is echt zo basic piano, zo van ja. YouTube leren. En dan, ik teken ook heel graag. Ook niet echt als hobby gewoon, hè. Niet echt dat ik ineens in een galerij ga staan met dit is Dominique Goedvriend zijn kunst. Nee, dat is het niet. Dan ben ik ook net begonnen met fitness, ook heel tof. In groep dan wel, dus ja. Met mensen die rond u zijn, altijd tof. Alleen is het eigenlijk iets minder tof. Wat doe ik nog allemaal? Ik volg haarzorg. Ik vind het vijfde jaar haarzorg, dus ik ben twee keer blijven zitten, maar ja, maakt niet uit. En ik vind het heel tof om te doen. Ik doe het nu al van tweede middelbaar en ik ben altijd blijven doorgaan. Zou je zelf later een eigen kapsalon willen of is dat niet voor jou? Dat is iedereen zijn droom, denk ik wel. Ik zou heel graag een zaak hebben en die dan ook nog gaan beginnen uitbreiden naar andere landen bijvoorbeeld. Dat is echt zo van hier starten. Ja. Uitbreiden naar andere landen, zoals Amerika of zo. Ik weet niet hoe ver dat ik maar kan gaan. Ja. En vertel eens iets meer over jouw thema. Waarom heb jij je ingeschreven voor de verkiezing? Mijn thema was echt... bij mij staat het LGBT-netwerk echt centraal. Zoals iedereen hier die mee gaat doen. Maar ik wil me eigenlijk baseren op de T. De T van transgender. Ik ben vroeger ook zelf transgender geweest, want ik ben van man naar vrouw en dan terug naar man gegaan, want ik ben eigenlijk op mijn beslissing teruggekomen. En bij mij gaat het dan echt over transgenderrechten. Ik wil daar echt op verder ingaan, want ik vind nog altijd, er komt toch heel weinig inspraak. En spraak van de tv bijvoorbeeld, ik heb over laatst toch maar, ik denk dat er zo twee afleveringen zijn van twee transgenders. Die zijn een koppel, van vrouw naar man en van man naar vrouw. En ik vond dat heel goed en ik was daar blij om. En dan was er zo nog in Amerika een aflevering, dacht ik, van een jongetje en die zijn vader wou vrouw worden. En ik vond dat heel goed. Maar bij mij is dat ze nog altijd van, oké, ja, daar maken ze tv-programma's over. Ja. Maar ze weten nog altijd niet wat dat er achter de schermen gebeurt. Ze zijn van, oh, interessant en dit en dat. Maar ik wil zo echt zo de kennis ermee bijbrengen bij die mensen. Van, ja, kijk, daar ziet er allemaal misschien wel blij en tof uit. Maar dat was er voor nog niet. Want die voelden zich nog altijd slecht in hun vel. En dat is zoiets van duidelijk maken van, dat zijn ook nog maar mensen. Dat is zo, al ja, dat is niet omdat je ineens van geslacht gaat veranderen, dat je die ineens naar haar moet gaan bekijken of zo. Want dat is totaal niet, die zijn gewoon gelukkig zelf terug. Oké, super, dat is een heel mooi onderwerp. Ik hoop dat je daarin gaat slagen. Ik heb nog een leuk vraagje als afsluiter. Wat zou jij verkiezen, bokser of slip en waarom? Ik verkies bokser, waarom? Ik vind dat dat heel gemakkelijk zit. Gewoon, al ja, een slip dat zo... dat draag ik gewoon niet graag. Een bokser zit heel gemakkelijk. Mannen met boksers bijvoorbeeld staan daar ook heel goed mee. Ik zie die bijvoorbeeld liever rondparaderen in een boksershort in plaats van een slip. Want dat is zoiets van, ik weet niet, dat geeft een raar gevoel. En met een bokser is dat zoiets van, oké, ça va. Super, dankjewel. Nog veel succes met de campagne en tot de volgende keer.